Hoi, goedemorgen. Welkom bij Kreekeventje. Ik ben Petra en ik was van de week best wel behoorlijk verkouden. Een beetje ja, half ziekig, maar het ging nog wel gelukkig. En ik wilde nog een video online zetten, maar dat heb ik dus niet meer gedaan. Iets om te haken. En ik kan wel een kleine sneak peek geven, want die komt er dus wel aan. Ik heb dus nog wel wat zitten haken. Dus die komt van de week online. En ik heb een klein beetje vulling in gedaan. In het mandje doe ik dadelijk de vulling. Die heb ik er even uitgehaald. En dan ga ik toch deze even afkanten. En dan ga ik met dit kleurtje garen, ga ik het mandje aan het witte vast naaien. En nu ben ik even in het bos aan het lopen met onze jongste. Want we gaan eventjes met de metaaldetector op pad. Het was behoorlijk regenachtig. Maar nu is het even droog en even zonnetje. Dus dat is wel mooi. Ik kan jullie wel even meenemen. En mijn breiwerk, daar laat ik dadelijk wel even zien hoe het daarmee gaat. Maar ik dacht, ik neem jullie even mee. Lekkere herfstwandeling eigenlijk is het al. Want ja, het is gewoon echt al herfst nu. Nou, ik neem jullie wel even mee. Nou, helaas leverde de zoektocht met de metaaldetector weinig op. Dus, maar ja goed, het was toch wel even leuk. En ja, echt mooi meer hier met de heide. Dus ja, wel even lekker gewandeld. Ik heb deze heb ik nu zover af, het linkerpand, linkervoorpand, dus die heb ik ook afgekant. Het was vanaf het afkanten was het nog 20 centimeter, dus dat is nou klaar. En nu kan ik aan het rechtervoorpand verder gaan. Dan moet ik aan deze kant gaan breien. Hier weer verder gaan. En dan eerst nog wat mindere voor de hals. En daarna gewoon doorbreien dat die net zo lang wordt als de linkerkant. Maar ik wil eigenlijk aan deze kant dus beginnen. Maar mijn naald zit aan deze kant. Dus ik ga denk ik even het achterpand op een stitch holder koord doen. En dan kan ik gewoon dit stukje de hele tijd heen en weer breien. Dus dat leek me wel handig. Even eentje pakken. Even kijken. Volgens mij zijn ze niet allemaal even lang. Jawel, deze wel. Deze is volgens mij het langst. Ik denk dat ik die langste ga gebruiken. Hier. Dan zet ik deze dus zo hierop. En dan gaan we kijken of hij hem pakt.
Kan je dit zien? Ja, hè? Ja, dit moet heel voorzichtig, want de steken zijn vrij klein. Dus ik kan hem niet zo makkelijk. Kijken, ja, we zijn er bijna. Ja. Nou, en zo zitten ze dus op het koordje. En nu kan ik deze gewoon lekker heen en weer gaan breien.